Hier op de markt in Sittard gaat zondag officieel het WK wielrennen in Zuid-Limburg van start. Dat gebeurt met een nieuw onderdeel, de ploegentijdrit voor merkenteams. Met uiteraard de Raboploeg. Het team heeft zich het afgelopen jaar gedegen voorbereid en zondag moet het dan gebeuren. Deze dagen worden de laatste puntjes op de i gezet. En dan is vooral de vraag of het al begint te kriebelen. Ja, nou ja, zeker. Het is iets wat het hele jaar eigenlijk speelt. En nu komen we dichtbij en nou gaat het daadwerkelijk gebeuren zondag. Dus de spanning die is wel opkomend. Jullie hebben net nog even twee keer vandaag het parcours verkend. Dan kom je langs die enorme tribunes op de kop van de Kouwberg en dan denk je... Ja, ongelooflijk dat ze dat zo kunnen maken allemaal. Ja, het is, ik denk dat het een week lang een wielerfeest gaat worden. Dat ziet er goed uit. Jullie hebben geoefend met de tijdritploeg. De tijdritploeg waar eigenlijk al je ploeggenoten aan het begin van het seizoen in wilden zitten. Jij zit erin. Ja, nou, dat is iets, dat vind ik heel mooi. En echt top dat ik erbij ben. Ja, en ik wil mijn steentje aan het succes, het hopelijke mooie succes bijdragen. De Raboploeg verkende vandaag het parcours van de tijdrit liefst twee keer. Terwijl ze dat in het verleden ook al diverse keren reden. Wat kun je dan nog wijzer worden? Je kent het parcours al, de renners kennen ook het parcours al. Alleen op het moment dat je natuurlijk op het parcours rijdt, dan zie je altijd weer dingen van... God, daar had ik eigenlijk nog niet zo op gelet. Want je moet toch op details gaan letten. En dat doe je dan wel als je zeg maar, die laatste voorbereiding zit. En dat merk je ook bij de renners, dat ze gaan kijken waar ze het winst kunnen pakken, zeg maar. Waar ze zeker op moeten passen dat ze geen tijd verliezen. Dus dat is eigenlijk het doel van die dagen dat je op het parcours rijdt. Het is ook natuurlijk de posities een beetje uitzoeken en daaraan wennen. Maar het belangrijkste is gewoon dat je een feeling krijgt met het parcours. Bochten, hellinkies, ronde punten. Je neemt eigenlijk alles in je op en na het verkennen bespreken we alles. En dan, je bent er constant mee bezig en de punten van waar moeten we wat doen. Dus het is heel belangrijk om het parcours gewoon te kunnen dromen. En jullie hebben eigenlijk ook nog op tempo gereden. Hoe voelde dat? Nou ja, goed. Ik moet zeggen dat het eigenlijk hartstikke mooi draaide. Kijk, straks zullen de beurten wat korter worden allemaal, omdat het tempo omhoog gaat. En daar gaan we ook nog op oefenen deze week. En dan in principe, het loopt gesmeerd en het ziet er mooi uit. Wielermin het Nederland verwacht in de tijdrit veel van de Raboploeg. Voelt de ploeg die druk zelf ook? Nou ja, het is geen, we zijn een Nederlandse ploeg. We hebben 5 Nederlandse renners in de ploeg. Dus wat dat betreft zijn we wel heel, heel zwaar oranje getint. Maar het is een merkkampioenschap eigenlijk, dus geen landenwedstrijd. Dus wat dat betreft ben je Rabobank supporter dan als je voor onze ploeg bent. En doordat we 5 Nederlanders erin hebben, is dat natuurlijk een dubbel oranje gevoel, wat ook heel goed is voor de sponsor natuurlijk. Ja, natuurlijk voelen we wel druk. Het is in Nederland. Het zal de komende dagen meer en meer worden. Ik denk als het zaterdag en zondag hier losgaat, dan beseffen we wel degelijk dat het moet gaan gebeuren. Wacht het tot zover is? Nog een paar nachtjes slapen.